Goedemiddag. Namens Sassenon TV van harte gefeliciteerd met jullie benoeming. Dank u. En dan wil ik even vragen van, wie bent u? Ik ben Barry, ik kom uit Vaassen. Ja, getrouwd, 2 kinderen. Een collega van Ronald. Dus zo ben ik ook voor een groot gedeelte in de carnaval een beetje gerold. Nou, we hebben elk jaar Radio NL Zomertour en daar kwam radio, kwam carnaval te sprake. Nou, en zo is het balletje gaan rollen. Dus... Oké, dus dat Radio NL, dat is, dan noem ik dat een beetje met een hele grote concern met, waar je alles kunt kopen. Ja, televisies, met die rode bloesjes al. Ja, klopt. Dat. Maar je hebt gekozen voor een liefstallige adjudante en niet voor een adjudant. Dus, en dat is? Dat klopt, ik ben Alisa. Oh, iets verder weg. Dat klopt, ik ben Alisa. Ik ben inderdaad gevraagd door Barry. Ik heb er even over na moeten denken. Ik zal maar zeggen, ik ben de vriendin van de voorzitter van het Zonnezotters. Ja, wat de kiekers dus niet weten. Wij hebben van die mooie blousjes aan en die mooie jasjes. En die worden allemaal natuurlijk ingeborduurd door Alisa. Dus dat op de allereerste plaats. Maar wat is jouw leus? Je hebt ook een leus. En, hij is al geroepen in de zaal, maar ik denk dat het voor de mensen die ons item zal te bekijken, eventjes wat makkelijker is als je hem zo even roept, noemt zonder het rumoer. Met een berenklauw ga je door met feesten tot in de ochtenddauw. Met een berenklauw tot de ochtenddauw. En wat is... Ik weet wat een berenklauw is. Dat is zo'n lekkere warme hap. Klopt. Maar dat is ook een hele gevaarlijke plant. Klopt ook. Maar... En welke bedoel je? Je bedoelt toch wel, denk ik, die... De lekkere hap. En Alice, hou je ook van een lekkere warme berenklauw? Heerlijk. Heerlijk, zegt ze. Wel met saté saus. Wel met saté saus. Maar we hebben een heel lang seizoen. Kijk je uit naar bepaalde... avonden. Gaan jullie naar heel veel avonden? Wat is jullie programma? De bedoeling is dat we heel veel avonden gaan meepakken. En aanstaande woensdag gaan we zitten om exact te kijken waar gaan we heen. Dus dat is aankomende woensdag al. Ja. Wat ik meestal ook altijd vraag, dat is van... Maar hoe komen ze nou bij jou? Ik heb al die stukjes op Facebook voorbij zien komen over Urk. Over weet ik veel wat voor plekken allemaal... Is dat spontaan zo de actie van, jongens, we hebben een nieuwe hoogheid nodig. Maar ik ken er een, wat Ronald dan is, van ik ken er een, die doet vast wel. Is het zo'n beetje gegaan? Of heeft hij eerst een paar dagen, een paar weken lopen polsen? Nee. Eigenlijk tijdens dat grote evenement sprak ik met meerdere leden van de Tonnenzotters. En zo opeens werd er gevraagd van, is dat wat voor jou, Barry? Nou, ik zeg, ik ga er eens over nadenken. En eigenlijk zo het balletje ook gaan rollen. Maar, nou kom ik toch nog even terug op Alice. Heb je Alice gekozen omdat jij het graag wilt? En omdat je Alice denkt van, nou, dat moet ik aan mijn zij hebben? Of is het van Ronald van, ik ken er nog wel iemand die dat ook wel wil? Nee, ik ken Alice natuurlijk wel, maar ik ook wel eens privé met Ronald omga. Dus Alice is niet volledig een vreemde voor me. Oké, ja, dat is dan eventjes om de kou uit de lucht te halen, hè. Want, er is natuurlijk wel, de meeste mensen dan denken van, 1 en 1 is 2. Maar goed, ik vind het leuk. Weer een nieuw fris gezicht in het carnavalswereldje van Zwolle. Sassendonk, nou ja, jij loopt er al een paar jaar mee. Of u loopt er al een paar jaar. Dus dat gaat wel helemaal goed komen. Ik hoop dat jullie een verschrikkelijk mooi seizoen hebben. Wil je nog iets kwijt aan onze kikkerties? In de kamer hoor. Ja. We gaan er een geweldig feest mee maken met z'n allen. En we zullen elkaar vast gauw zien. Ja, want we hebben natuurlijk een heel breed publiek, hè? Een verschrikkelijk breed publiek. En de mensen die vragen ons altijd constant van, wanneer komen jullie nou weer eens een keer met een item? Nou ja, we hebben dus nou een paar items gehad, de eerste al. Dus ze gaan er zo gauw mogelijk op, zodra Gert weer terug is van klus, dan beginnen we weer. Ik wil jullie hartelijk bedanken en maak er nog een hele fijne middag van. En we komen elkaar heel veel tegen, denk ik. Dankjewel. Denk ik ook.